lunch. Ja, dat is mijn lunch. Er zijn twee pannenkoeken. En dan... Maar ja, dan heb je betuur meer dan. Dan is dat, er zijn die pannenkoeken. Het hoofd voor les. Na het trainen neem ik ook weer een shake, net hetzelfde als ochtends. Lekker veel. En dan doe ik daarna, een uur daarna, of zo, eet ik een kilo gekookte aardappelen. Ja, en 200 gram groente, vaak broccoli. En ja, wat is het? Oh ja, nog 6 eieren. Ik dus, hou van eieren. Nee, I love eggs. Zoals je bij Mike merkt, hij zit heel erg in zijn eiwitgehalte. Ja, waardoor hij op een dag... Alles is best wel hoog. Je zit op iets van 10 eieren, 10, 14 eieren of zo? Ik zou op de... 14. 14 eieren op een dag? Ja, ze zeggen dat het slecht is, maar ja, ik voel me ook slecht. Maar... Dat is gezien. Nee. Hij is een beetje rood uit het geslapen. Ja, maar... mijn lunch ligt gewoon aan mijn dag, waar ik gewoon zin in heb. Dus, het kan zijn een bord pasta, kan zijn noedels met tonijn, kan zijn in... Wat ik ook heel vaak doe is gewoon tonijnsalade maken en dat is vet makkelijk ook. Gewoon een beetje yo-fresh, ik hou het iets makkelijker, ik weeg niks af. Fresh en zo? Nee, geen crème fresh. Yo-fresh is yoghurt mayonaise, zeg maar. Oké, crème fresh. Nice. Maar dat doe ik dan gewoon op mijn tonijn en dan gewoon een broodje. Bij mij is het gewoon even wat relaxter en mijn mic, no offense, maar ik vind het zelf relaxter, want ik wil... Het zelf niet afmeten. Het kan wel. Er zijn genoeg programma's op het internet ook voor. Maar we kunnen ook even eentje hieronder delen om te laten zien waar je gewoon... Inderdaad. Waar je die dingen kan afmeten, hoeveel calorieën je binnenkrijgt, hoeveel koolhydraten. Maar dat vond ik zelf niet chill om te doen. Ik had gewoon wat relaxter. Ik eet zo'n 6 maaltijden op een dag. Maar waar ik naar streef, ik eet wel. Maar je moet niet te veel gaan eten. Na een tijdje bouw je te veel vetten en zo op. Of koolhydraten. Het ligt eraan wat je doel is. Als jij wil aankomen, moet je sowieso meer eten dan dat je lichaam verbruikt. En dat ben ik dus aan het doen. Maar ik heb hoge stofverzin, dus ik moet extra veel eten. En stel nou dat je dus gelijk op blijft, dan eet je gewoon net precies genoeg van wat je nodig hebt. Voor je spieren, voor je onderhoud, zeg maar. Voor je rustmetabolisme, plus activiteitenfactor en alles. Daar hebben we ook nog gewoon hier een link naar. Ja, kan je zelf uitrekenen. Ja, we zijn wel van de links, hè. Legend of Zelda, hè. Link, go. Oh mijn god. Ik ben Link. Maar oké, en... Maar Mike, even tussendoor, hè. Wat neem jij voor het slapen gaan? Of een bak kwark. Gewoon mager, Frans magere kwark. En, ja, je kan het lekkerder maken door misschien wat limonade siroop. Zo er doorheen te gooien. En, ja, of jam. Gewoon magere jam kan ook. Ligt aan wat je fijner vindt. Inderdaad. En soms doe ik ook... Olijfolie. Ja. Nee, serieus, dat kan. Nee, dat doe ik maar niet. Maar dan verteer je het nog langzamer, zeg maar. Ja, nee, ik neem wel 6 eetlepels olijfolie daarna. Okay. Maar niet er doorheen. Ik ben... ik eet het liever apart. En met die bak kwark, dat doe ik soms... Zo'n blikje augurken, nee, persikken doorheen met persiksap. Weet je, een persikoblik. Ja. Dus krijgt ook wat meer smaak, smaakt een beetje naar de nootje. Nou, en dat was het. Nou, ik doe eigenlijk precies hetzelfde, maar je hebt er ook weer een shake voor. Ja. Cassine heet het. We zullen geen merken noemen, geen... Ja, micellar cassine is ook... Precies. Ja. Dat dus. Dat is even precies dezelfde werking en als... En hier ook een link naar? Nee, dat doen we dus niet. Dat kan je dus ook doen. Maar jullie, je ziet het verschil al, bij mij is het naar mijn idee gewoon wat relaxter, gewoon wat chiller. Ik eet gewoon mijn maaltijden, ik let op dat ik niet te veel eet. En het belangrijkste wat op een dag moet innemen is gewoon 2 tot 3 liter water. Ja, dat is wel belangrijk, gewoon blijven drinken. Precies. Zeker. En mocht je mijn manier niet fijn vinden, dan is Mike's manier om het gewoon allemaal telkens af te wegen. Dan heb je wel het volledige toewijding, dat... Ik heb toewijding, maar niet in zo'n mate. Ja. Maar mocht je daar interesse in hebben, je kan het ons altijd laten weten. Kunnen we je mee helpen? Ja. En we hebben dus al aangegeven dat hier ergens onder dus een linkje komt naar een site waarmee je kan zien hoeveel koolhydraten en zo je nodig hebt om binnen te krijgen. Ja, kilocalorieën eigenlijk. Dat bedoel ik, kilocalorieën. Waarom zeg ik koolhydraten? Is calorieën gewoon? Kilocalorieën. Ja, maar waarom zeg ik de hele tijd koolhydraten? Weet ik niet. Okay. Maar, en dat is, dat kan je voor jezelf kijken. Hou er wel rekening mee dat het niet echt rekening...
hou er rekening mee dat het niet echt rekening houdt met het individu. Dus jij bent misschien anders dan de rest. Dus het is gewoon een formule, dat is voor globaal iedereen. En dus het kan afwijken. Dus test het even 1 of 2 weken uit, het aantal kilocalorieën. En hou een voedingsdagboek bij. Dat kan je ook weer trouwens online vinden. Maar... Inderdaad, en dan wordt het uitgerekend hoeveel kilocalorieën in zit, hoeveel koolhydraten, eiwit, vetten. En dan kan je een beetje mee spelen. Als de richtlijn dus je dat aanhouden. En inderdaad mee spelen, kijken hoe je lichaam op reageert. Klopt. Foto's maken en een beetje voor de spiegel showen. Ja. Okay. Nou, jullie hebben dus hoe wij het doen. Ja. Nee, we gaan het afstellen. Jullie weten dus hoe wij het doen. Je hebt 2 manieren voor, je hebt vast wel meer manieren, maar dit zijn onze 2 manieren. Ja. Hopelijk heb je iets van geleerd. We hebben gewoon even een voorbeeld gesteld van hoe het kan. Dus geniet ervan. Ja. Ga lekker eten, want dat gaan we zo ook doen. Eten. Ja. En dan spreken wij jullie volgende week. Hey, doei. Doei. Doei.